Het moment is daar. De Lief is helemaal af. Officieel geopend. En wij gaan eens kijken. Ja, ik ben heel benieuwd. Heel benieuwd. Spannend, hè? Vind je niet? Spannend. Zo, om te zien hoe dat uiteindelijk is geworden. Ik wil eigenlijk gewoon eens zo eens keer in de winkeltjes zelf gaan zien. En wat gaat jouw eerste winkel zijn? Ik denk daar zo een beetje de Hukkemuller. Nee, maar nee. Oh, ik zie iemand. Oh, dat is die. Wie is dat? Hallo. Oh. Mensen, oh, mag ik hier eentje pakken? Oh. Dankjewel. Deze is al direct mijn vriend, dat is Sofie de Lief. Krijgen wij een knuffel? Jee! Yeah. Dag! Allee, welke winkel gaan we nu kiezen? Een roze winkel. Nee, bakkers. Ga eens kijken. Bij de Lief is blijkbaar één grote familie, want ze kennen ons hier. Ja, en ze wilden eigenlijk stiekem op de vlog, maar ze durven niet zo goed. Ja. Wou jullie iets zeggen in de vlog? Hallo, welkom bij Leenbakker. Ja. Die krijgt al zeker opslag. Ja. Leslie is helemaal mee, want kijk eens. Ze is helemaal mee met de kleur, helemaal gecamoufleerd. Hier zo. Tada, dat is mijn zetel. Oh, kijk, we krijgen een persoonlijke verwelkoming of afscheid. Krijgen we afscheid? Afscheid. Bedankt voor de gastvrijheid. Hè. Jullie bedankt, hè. Dag. Allee, van de ene interieurwinkel gaan we naar de... Giks, dat was die winkel dat we niet echt goed wisten wat dat ging worden. Dus dat is eigenlijk een grote verrassing. Ah, dat ben jij nu ook klaar hoor. Amai, kijk eens. Oh, maar die kennen we. Gaan we nog eens langs? Dankjewel. Dankjewel voor de tweede keer. 15%. Dat is interessant. Eigenlijk, de Giks is eigenlijk fashion met... accessoires, hè? Zowel voor kinderen, mannen als vrouwen. Ah wel, wat is dat? De eerste aankoop. Kan het vet zijn, hè? De riem is een schone, dus ik ga hem hier halen. De eerste aankoop van de Lief. Dankjewel. Bij deze uw kastticket en uw zakje, meneer. Mag ik u een coupon meegeven voor de wedstrijd van de Lief? U mag hiermee surfen naar de website van de Lief. Ja. Hierin het couponnummer invullen en dan kan u een VIP-ticket winnen, geschonken door de Lief. Oh, oké. Okay, hartelijk bedankt. Goedenavond. Dank u. Ik ben super content, want ik heb korting gekregen. Dus misschien een VIP-treatment. Ja. En trouwens, een avondwandeling hier op de Lief. Ja. Hoe mooi is dat? Kijk eens hier. Oh, zie een keer hoe schoon. Zie, België heeft ook mooie sunsets. Heel mooi. Leuk dat je er bent. Oh, korte Piet al. Welkom, braaf geweest. Ja, zeker. En al veel kindjes, brave kindjes gepasseerd? Ja, braaf, dat weet ik niet. Ze zeggen wel. Hij komt, de lieve goede Sint. Hè. Ik zit al op de Sint. Ja, maar je moet minstens 100 en zoveel jaar zijn om op je stoel te mogen gaan zitten. Laatste stop voor vandaag. Oei, dat is een moeilijke keuze. Ik kies voor mijn kleur. Ah, ik kies ook. Oh, ik heb mijn kans gekozen. Je mag mij een kavaatje geven. Ja, goeie kavaatje. Ja, dankjewel. Voilà. Dank u. Doei. Als het heel de week zo is, dan kom ik wel elke dag shoppen bij Lola Liza. En, iets gevonden? Nee, nog niet. Snoep is een maand afgedaan. Hoppakee. En dan gaan we binnen in de laatste... Oeh, maar zo groen. Ja, mij. In de laatste ruimte. Oh, kijk hoe mooi. De pop-up ruimte. Welkom. Ik voel hier al zo'n beetje de Bali-vibes. Hier gaan dus alle pop-up gegevens door. Een pop-up bar, waarschijnlijk daar. De workshops. Allemaal hier toe. Ja. Het is eigenlijk echt heel aangenaam om te zitten, hè? Ja, met die herfstkleuren. Super mooi, kijk eens, die lichtjes hier. Oh. Niet een keer. Trouwens, herinnert u nog? In de vorige vlog was dit... Dat was een strandgedeelte. Ja. En nu is het gewoon helemaal geëvolueerd naar een tropisch gedeelte. Amai, ik moet mijn woorden terugnemen. Deze warmte is super spectaculair. Maar ja, voilà. Ik denk dat we hier gaan eindigen. Ja. Dit was een uitgebreid bezoekje. Ik ben eigenlijk echt al trots dat we die evolutie hebben kunnen meemaken. Ja, dat is heel leuk om te zien. Hè? En wij hebben het niet alleen gezien, hè? Jullie hebben het ook gezien. Hè? En ik denk dat jullie ook wel nu weten dat het de moeite is om te bezoeken. Dus kom allemaal naar de LEAF. Het is nu nog volop een openingsweek. Ja, en er zijn nog kortingen, leuke workshops, van alles te doen. Dus je gaat je zeker niet vervelen. Wij zijn alvast trots op de LEAF. Ja. En wij zien jullie hopelijk een volgende keer. Tot dan! Dag!